Bernd Ganzenbeef. Panam. We gaan op rock'n'roll safari. Ja. Dat lijkt me wel duidelijk, toch? Zullen we hem even checken? Wat heb jij nou op je knaai te zitten, goos? Volgens mij een kleurenbom. Een gombal. Deze kunnen we tegenkomen in Jemen. In Jemen, ja. Ja. Dat is Saudi-Arabië, zeg je dat? Klopt. Is dat niet een beetje warm daar voor zo'n beestje dan? Nou ja, ze kunnen tegen warmte. Het is ongeveer 35 of 40 graden daar. Dus. Hey, maar moet hij niet even een kappertje hebben? Want nou, dat is vervelling. Hij gaat weer van zijn vervelling. Dat gaat heel langzaam gaat het eraf. Maar trek je dat dan niet zelf af? Nee, dat is niet goed. Dat mag niet. Dat moet vanzelf eraf komen. Wat doet hij daar, dat beest? In Saudi-Arabië, in de woestijn? Hij zit wel in de bomen zit hij. Ja, wat vreet hij? Ja, ook insecten, vlinders, sprinkhanen, krekels. Geen blaadjes? Ja, ook alles wat beweegt eet hij. Lekker. En hij heeft zo'n hele lange tong ook. Kunnen we die even zien? Nou, die kan hij niet zomaar zelf eruit doen. Kun je die eruit lepelen? Hij kan hem niet eruit trekken, nee. Dat, Kun je hem... Kun je van kleur ook veranderen? Verandert hij van kleur? Hij verandert wel van kleur, maar niet als je hem op een zwarte achtergrond zet dat hij zwart wordt. Het is een beetje een fabeltje is dat eigenlijk. Maar waar kunnen we nou zien dat hij wel van kleur verandert? Welke kleur verandert hij dan? Nou, hij kan heel donker worden, dan zijn ze heel boos. En als hij licht is, dan is hij op zijn boos? Gemak. Nee, hij is nu op zijn gemak. Oh. Dus, nou. Bakkie! Is hij al weg? Of, hij is al weg. Hey, jongens, ik zal je een verhaal vertellen. Een gozer die ik ken, die gaat altijd karperen. Wat, Jenny? Nee, ik weet niet hoe die heet. Maar... Dan ging die karperen. Hij heet toch geen Frans of zo? Nee, ik weet niet hoe die heet. Maar ik ken hem wel. Maar die ging naar karperen, ging die vissen. En dan had hij een maat bij zich en dan ging hij karperen. En die ging dan altijd net even wat verder weg zitten. Toen ging hij kijken. Hij zei, wat is die gozer nou, joh? Ging die kijken ze door de bosjes. Nee, echt serieus. Staat die gozer met zo'n enorme karper zo... In die bek van die karper zo. Nee, dat is echt waar. Nee, hij vertelde het met een glashard gezicht. Jezus. Maar die... Hebben die meesten getuigd? Die hebben echt zo'n tulbek, hè. Je kan gaan... Als je je vinger in het water steekt, dan gaan ze ook sabbelen eraan. Ja, maar hebben die geen tandjes dan of zo? Nee, ik denk het niet. Als ze aan je tul kunnen hangen, dan... Of misschien vond hij dat wel fijn of zo. Ongelooflijk, joh. Ja, dat is wel een bizar verhaal, ja. Maar ze hebben echt... Je intikken op internet, joh. Misschien is dat een hele fetish. Een hele heel ding is dat misschien wel. Ja, nou, we gaan het even bechecken. Karpertullen. Mooie beest, hoor. Even kijken. Wat gaat hij nou weer pakken? Ik heb hier een van de grootste insecten, nou de zwaarste insecten ter wereld. Dat is deze. Hey, wacht even, ik zie daar een plant die beweegt. Ja, dat zijn wollen en takken zijn dat. Maar gewoon blaadjes echt, ja, hè? Echt takken heten, ja. Ja, maar die hebben gewoon fucking blaadjes. Ja, die hebben blaadjes, ja. Doe normaal, joh. Ja. Wat ga je nou pakken? Ik ga nu ook een wollen en tak pakken. Ziet eruit als een, echt als een plant, als een blaadje. Maak hem niet kapot, hè? Zijn die ook zo vals als die slaan die je net had? Ze kunnen met die poten kunnen ze slaan, die achterpoten. Oh ja, kijk dan. Ben je niet goed? Doe nou gewoon op je mouw. Ja. Ja, het schelen. Kijk, hoe ga je? Kijk. Hey, hè? Is net een bros. Ja. Je moet hem eigenlijk hier zetten, hier zo. Ja, zou ik hem daar neerzetten? Hier zo. Ah! Hey, weet je wel, Verder deed hij dan niks eigenlijk. Ze eten blaartjes. Eigenlijk kannibalen dus? Nee, juist niet. Ze eten blaartjes. Ja, ze eten ook zichzelf op inderdaad, maar... Maar hij is toch ook een blaadje? Ja, het lijkt op een blaadje, maar ze eten echt bladeren, wat hier allemaal in zit. En wat weegt hij dan? Rond de 50 gram weegt ze, en dat is zwaar voor een insect. Oh. Ja. Dit is de grootste insect die je hebt? Eén de zwaarste insect. Wat is de zwaarste? Ter wereld is één de zwaarste. Ja. Wat is de zwaarste? Dat is een kever is dat, atlaskever. Hey Rowan, ja. De voortplanterij, hoe gaat het met die beesten? Ja, ze leggen honderden eitjes, die prikken ze in de grond met dit puntje. En die eitjes komen na een jaar komen die uit. En dan heb je honderden wallen takken van die.
En die doet het met zichzelf dan? Nee, nee, er moet wel een mannetje aan te pas komen. Die hebben ook, ja, ja. Waar gaat dat dan in dan? Ja, dat gaat hier ergens onderin. Er zit hier ergens een gat ook onder. En die gaat open en dan steekt hij hem erin. Ja, ja toch? Hij heeft echt een tul staan, ook, die gozer. Ja, hij heeft zeker, ja. Ja. Hey, Robin. Ja. Zet de beest even lekker terug. Ja, ik zet hem even terug. Op diefde na met die gekkigheid. Koffie! Volgende week meer.